Hallo allemaal, ik ben Jovinho en welkom bij een nieuwe wedstrijd in de wereldbeker op Pro Cycling Manager 2017. Vind je deze serie leuk? en zeker niet om een like te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook eens op die rode knop. En klik ook op het belletje zodat je meteen weet als er een nieuwe video online komt. Vandaag dus de tiende wedstrijd in de wereldbeker en dat is de E3 Haro Beker. De eerste van vier op een volgende kasseikoersen. En Peter Sagan is natuurlijk een van de favorieten. De persoon die natuurlijk aan de leiding staat in de wereldbeker. Een paar punten voor op Michael Matthews. En hij zal waarschijnlijk zijn voorsprong in deze wedstrijden kunnen uitbreiden. Aangezien hij toch al beter is in de Vlaamse klassiekers dan Michael Matthews. Wij zullen rijden met Topsport Vlaanderen. Niet dat ik iets verwacht van deze koers met de van Topsport Vlaanderen. Maar we kunnen maar proberen en we gaan dan zien wie er deze tiende wedstrijd van de Wereldbeker kan winnen. Nog een kleine 70 kilometer te gaan. En uh, we zetten hier met Allegaard en Van Hompel in de kopgroep. Een kopgroep van 14 renners. En we beginnen hier aan de Eikenberg. Een uh, korte kasseiklem die op zich niet al te lastig is. Zeker niet uh, als we hier samenwerken in de koproep. Dat zijn er velen. Die het tempo niet kunnen volgen of toch niet willen overnemen. Het is natuurlijk ook een grote kopgroep. En uh, daarom zijn we ook meegaan met twee renners. Met Piet Allahart en met uh, Matthias van Hompel. Voor de rest zetten er ook nog Niels Pollert bij. Mike Tunissen, Fredrik Bakker, Taylor Finney, Stephen Cummings, Nelson Oliveira. Dus allemaal toch wel goede renners. En uh, ja, in het peloton zetten er natuurlijk ook goede renners. En uh, hier zitten we ook nog met een paar renners van ons. redelijk achteraan. En er ontstaat net een hebben Een peloton van een dertigtal renners uh, heeft een paar meter hoesprong genomen. En uh, van Marke valt. Van Marke valt in het eerste deel van het peloton. dus uh, En Gilbert ook. Galoper ook. Die Lee zat erbij. Dus, uh, dus allemaal, uh, en Sahan ook. Want uh, Jurij Sagan en nog een andere ploegmaat, Saramotins, wachten hem op. Dus uh, misschien is dit wel de kans om uh, Sagan achter te laten. Ook bij zit Zitten hier nog. Maar Kato Olven naast zijn is dus ook om Sagan op te wachten. Natuurlijk Roo zit hier nog. Drijpel, De Bussere, Dumoulin. Ja, toch wel allemaal grote namen die gevallen zijn. Hier. Zetten we ondertussen voor aan de peloton terwijl Van Merck opgeheven heeft. Dat is wel spijtig voor de wedstrijd. En uh, we gaan ondertussen naar de Thijenberg. De Thijenberg is toch een van de laatste lastigste hellingen. Want uh, daar is het dat Tom Bolen destijds altijd zijn aanval plaatste. Vooral in deze koers, in de E3 Hagerbeke. Want die lag op een perfecte plaats om uh, ja, een offensief in te zetten, natuurlijk. Ondertussen is het BMC die doortrekt. Uh, vanavond je maakt wel duidelijk profiteren van uh, de valpartij van de andere toppers. Want uh, ja, natuurlijk, uh, als een uh, topper als zo'n een aparte stand is, uh, ja, moet je daar natuurlijk wel van profiteren en hem niet gemakkelijk laten terugkomen. Want uh, ja, anders uh, wordt het hem natuurlijk wel heel makkelijk gemaakt hier ondertussen het tempo de luchten en Nelson ongeveer moeten lossen. Toch wel verrassend om hem te zien lossen als eerste. En uh, hier in het peloton 16 renners. met uh, onder andere noppen en van hekken nog bij, maar de rest zit natuurlijk niet ver. En uh, Sagan zal ook wel in die tweede groep al zitten. Dus uh, alles zal wel bij elkaar komen. De voorsprong tussen de twee of. Uh, ja, de voorsprong is een twintigtal seconden momenteel en uh, ondertussen zijn ze aangesloten door Sinechal die aan kop zat te rijden. Dus uh, Joubert is ook terecht dan denk ik. Nibali is wel nog niet terug zie ik. Tessa Vincenzo, want Antonio doet niet mee. En uh, ja, geen echt grote namen meer achterin. Dus uh, alles gaat is weer te doen. We zetten op 3,5 kilometer van de Paterberg toch uh, de, de toppers, of uh, de koproep liever. Uh, de rest komt hier net van de Oude Kwaarmond af. En uh, ja, opnieuw een kleine brug natuurlijk na deze kasseeklim. Een veertigtal renners reden weg van de rest van het peloton. En uh, alle toppers zitten hier, uh, want Sagan zit daar naast en zat, zat daar ook. Dus allemaal geen probleem. Ondertussen zijn we aan de hoed van de Paterberg. Dat profiel klopt niet echt, maar toch. We gaan hier naar boven. Allegaard zit nog altijd redelijk goed. Matthias van Hompel is iets minder. is één de krachten, dus die zal waarschijnlijk wel moeten lossen. En is ondertussen ook al gelost. Hangt nu tussen de koproep en het peloton. Maar Allegaard gaat nog altijd goed mee. Het peloton ondertussen op twee minuten van deze leiders er is nog altijd wel een redelijke kloof. Want de koproep bedraagt nog altijd 12 renners natuurlijk en er zijn niet al te veel hellingen meer. Want hier beginnen we aan de Oude Kwaaienmond. En de koproep wordt aangevoerd door de renner Van Astana. Van Hompel is ondertussen al los en zal niet meer kunnen terugkeren. Het peloton zal hemzelf bijna inhalen is ondertussen gebeurd. Van Hekken zit daar wel nog in het peloton. De enige renner die in principe iets nog kan doen, maar hij zit wel achteraan het peloton. Dus zal moeten hopen dat er geen brug ontstaat. Want dan uh, is hij natuurlijk gezien. En uh, hier moet alle hard ook een gat laten. En zo reden vijf renners weg van de kopproep. De rest uh, kan ook dat gat niet meer dichten met Jansen en Finney. Dus uh, dat uh, is over en oud. Ondertussen Fellini met een lekke band. En Van Hekken is ook los, zoals je kan zien. Sonny Cobelli gaat wel in de aanval. Staat nog altijd in de top 10, natuurlijk van de Wereldbekerstand, Dus met een goed resultaat, kan hij wel een paar plaatsen stijgen. En uh, ja, deze renners zijn natuurlijk allemaal kansloos. Zal ze allemaal op uh, automatisch zetten. En we kunnen zo de wedstrijd beter volgen. Ondertussen uh, de groep Funi die toch wel kan terugkeren. Alle haarten gelost, ook de volden gelost. En naasten ook gelost. Het is natuurlijk Laurens Naasten en niet Oliver Naasten. Want Oliver rijdt natuurlijk in de Belgische Nationale terug hier. Ondertussen hier het peloton met nog 22 renners. Die nu aan de voeten komen van de Knokterberg, ofwel de Côte de Trieu. De achterkant van de Kleusberg dus. En Gavira zet hier ook nog, maar die zet ook al eindekrachten. Os gaat de tempo omhoog doen, maar het is Koen die dat ook probeert. En een aanval van een quicksteprenner. Het is Lampaard en Roelands. maar het zijn allemaal korte aanvallen gewoon om het tempo iets te verhogen. De Volder en alle zijn ondertussen gegrepen. Sahan gaat mee met je Roelands. Quickst een quicksteprenner gaat ook uh, in het tuur van Sahan. Zal waarschijnlijk Joe bij wel zijn. Ook vanavond, maar het mee te gaan, inderdaad die drie, Sagan Van Avermaat en Joubert kunnen die richting Harenbeek rijden, maar natuurlijk eerst de leiders nog inlopen, Taylor Finney is er al aan, Sagan trekt wel heel hard door, maar Joubert en Van Avermaet blijven in zijn wiel, al 20 km, Sagan kan dat toch geen 20 km volhouden, want zo verbruikt hij natuurlijk veel krachten, kon Sony probeert nog aan te hakken, maar lukt natuurlijk niet. Steve en Roland in de achtervolging. En daarachter komen Sky. En ook Trek zet hij nog met uh, stuiven en degenkoop. Ook veel Skyrenners, echt veel Skyrenners. En uh, Sagan komt bijna bij de kopgroep, samen met Van Halvermaak en Zilberig. Maar ze zetten maar 24 seconden voor op uh, de groep achtervolgers. Dus uh, dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Maar uh, ze zullen nu moeten overgaan, over de gaan. En Van Avermaat doet een duit in het zakje. Hij gaat het tempo aanvoeren. Voor Sagan en Joubet blijft rustig in het derde wiel zitten. Nog 12 kilometer. De laatste hellingen zijn gepasseerd. En uh, ja, we gaan dus richting de finish in Garelbeke. Ondertussen Colbrelli en Van Baarle ook aangesloten bij de kopgroep. En Sagan is er alleen vandoor. Kan Sagan dit volhouden? Heeft maar 12 seconden voorsprong op 10 kilometer van het einde en het is bij die samen met Van Elvenmaat het hart probeert te dichten. Zal dat lukken? Inderdaad, dat lukt. Nog een achttal kilometer. Nou, en er zitten 12 rennen op. Maar de rest is daar ook, want degenkoop probeert het laatste hartje te dichten. Zal hij dat wel moeten bekopen of niet? Dat is natuurlijk de vraag. Steve gaat meteen naar voren, maar het is om het tempo te drukken. En uh, alles valt hier stil. Hier komen Bassenhagen en Trentin nog terug. Rugan zet daar ook nog. En hier Matthews. Maar die zet waarschijnlijk te ver. Dat is natuurlijk wel belangrijk aangezien hij toch al uh, tweede staat in de wereldbekerstand. En uh, hij zet hier dus nu een groep van 23 renners. Matthews kan dus maximum maar 2 punten pakken. want zit op 1 minuut 40. En het is Kwiatkowski die de sprint aangaat, wel van zeer ver. Met de degenkop in zijn wiel. Van Baalen komt hij ook. Christophe zit daar ook. En daar is Sonny Cobbelly. Sonny Cobbelly, kan hij winnen? Nee, hij valt stil. Het is Kwiatkowski die erover gaat. Kwiatkowski gaat erover. Maar Cobbelly bent nu opnieuw te spelen. Cobbelly gaat over Kwiatkowski. Wint Cobbelly deze wedstrijd of niet? Wordt het Kwiatkowski of Cobbelly? Nee, het is S Sonny Cobbelly. Degenkop wordt tijd voor Alexander Christophe Dagna. Volgt de wereldbekerleider Peter Sahan. En uh, ook hier nog Thomas Cummings. Allemaal uh, mensen die niet echt meespelen. Als we dan de top 10 bekijken, zien we natuurlijk dat Sonny Corbelli gewonnen heeft. Net voor Mikael Kwiatkowski. Degenkop werkt net voor Alexander Christophe. Wereldbekerleider Peter Sahan doet toch wel goede zaken met zijn vijfde plaats. Matteo Trentin werkt zesde. Voor twee Belgen Dirk van met en Oliver Naassen. Dylan van Baarle werd negende. En een derde Belgen in de top 10 was Jasper Stuyven op de tiende plaats. In de algemene wereldbekerstand vergroot Peter Sagan natuurlijk zijn voorsprong. Hij heeft nu een voorsprong van 45 punten op Michael Matthews. Michael Kwiatkowski na zijn tweede plaats vandaag naar een derde plaats gegaan. Volgt op 47 punten van Peter Sagan. En Sonny Colbrelli, door zijn overwinning ook gestegen in de klas, staat nu op een vierde plaats met 238 punten. Ook Arnoudema en Marcel Kittel hebben al meer dan 200 punten. En verder in de top 10 vinden we Philippe Schulberg, Alexander Christophe, Greg van Avermaat en Sebastian Langeveld. Vond je deze aflevering goed? Als je zeker leest om een like te geven, ben je nog niet geabonneerd, klik dan ook eens op die rode knop. En ik zie je dan binnenkort terug voor een volgende aflevering in deze wereldbeke. en dat wordt Gent Wevelhem. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.